Goedenavond, lieve Goedenavond, dames en heren. Ik groet u hartelijk bij Klaagmuur TV. U hoort waarschijnlijk wel aan mijn stem dat ik wat aangeslagen ben. Op grond van de moeilijke wereldsituatie zou ik vandaag nog tot u willen spreken. Na het neerschieten van het Maleisische toestel MH17 in Oost-Oekraïne nemen de spanningen in het crisisgebied nog meer toe. De NATO-opperbevelhebber generaal Breedlove wil zo snel mogelijk een extra NATO-hoofdkwartier naar de Duitse-Poolse grens naar Stettin verplaatsen. Dit meldt de Duitse Wirtschaft Nachrichten. Verder wordt er gezegd dat zo snel mogelijk de munitie- en bevoorradingskampen uitgebreid worden, om in korte tijd paraat te zijn om tegen de Russen te kunnen optreden. Het doel is dat binnen korte tijd duizenden soldaten kunnen ingezet worden tegen Rusland. Ook Moldavië wordt ongevraagd betrokken bij de oorlogsvoorbereidingen omdat Moldavië door de VS gedwongen werd een bondgenoot van Amerika te zijn. Tenminste, zo beoordeelt de voorzitter van de Sociaaldemocraten in Moldavië, Victor Schillin. Hij bevestigt dat er op dit moment een speciaal contingent officieren van de VS in Moldavië zijn aangekomen die op alle militaire oefenterreinen met soldaten en officieren oefeningen verrichten. Hij vertelt: onze soldaten worden erop voorbereid reële doelen te vernietigen in een reële oorlog. Verder zegt hij: wanneer men bedenkt dat in de afgelopen weken de Senaat van de VS in een eenzijdige beslissing Moldavië tot een oorlogsbondgenoot van de VS uitgeroepen heeft, zo kan men gerust zeggen dat het een overgang is naar een actieve fase van de voorbereiding van onze strijdkrachten voor oorlogshandelingen. Verder zegt hij: wij hebben heel officieel de regering en het parlement opgeroepen openlijk te verklaren dat de Moldaviërs weigeren om een oorlogsbondgenoot van de VS te zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat de ouders van deze soldaten eisen van het parlement en de regering dat ze een verklaring afleggen dat Moldavië niet aan een oorlog wil deelnemen. Want Moldavië is volgens de grondwet een neutrale staat. Wanneer de politici niet naar ons willen luisteren, laat ze dan tenminste naar de ouders luisteren. Net zoals in Oekraïne, waar ouders hun kinderen ook niet een oorlog willen sturen. Ons leger moet alleen bij gevechtshandelingen worden ingezet als het gaat om de verdediging van ons vaderland, onze families, ons grondbezit en onze eigendommen. Ook in Oekraïne is er de afgelopen dagen sprake van een algemene mobilisatie. Er werden oproepingsbevelen verzonden aan de jonge mannen van Oekraïne. Echter, moedige vaders en moeders hebben zich verzet tegen de oproepingsbevelen van de regering. Het ging zo ver dat moeders voor de ogen van de aanwezige commandant de brieven met het oproepingsbevel verbrandden. Zij getuigden eensgezind: wij laten onze zonen niet in oorlog trekken. Wij sturen onze kinderen niet in de dood. Wij willen geen oorlog. Це це мобілізаційні розпорядження, які повинен отримати кожен чоловік. Ви не отримуйте. Нам не треба. Не треба. Ми не хочемо війни. Всю війну. А потім сказали, що будуть 5 років тюрми, якщо хто не погоджується. Я вам ще раз кажу, на даному етапі хто з кого забирає кудись? Нікого, коли є список. Не забирають нікого. Як нікого? Пишіть розпис. Zijn wij ons bewust van wat zich voor onze ogen afspeelt? Of wanen wij ons nog steeds in veiligheid en laten ons door de oorlogsschetsen van de media innemen? Die is er alleen maar om te doen ons bereidwillig te maken een oorlog tegen Rusland goed te keuren. Benut de tijd om jezelf en andere burgers op de hoogte te stellen. Hier bij KTV en ook bij andere ongecensureerde bronnen. Zo vind je als de tijd rijp is de moed en de kracht om de juiste beslissingen te nemen zoals deze moeders en vaders in Oekraïne het hebben gedaan. We danken u voor uw aandacht. Goedenavond.